Hallo, welkom bij weer een nieuwe video. Ik ben echt super enthousiast. Want het SpongeBob SquarePants pack in Toca Boca's uit. Ik ben er meteen voor gegaan. In deze video ga ik jullie een beetje meer over het pack vertellen. En jullie het goed laten zien. Intussen ben ik alweer bij de laadbalk. Super lang natuurlijk altijd. Maar in ieder geval, ik wil jullie even laten zien hoe ik het huis, hoe ik de huizen ongeveer heb ingericht. Dus ja. En trouwens, je krijgt alleen de meubels, geen huis. En ook niet de figuurtjes zelf. Maar in het postkantoor krijg je elke dag een cadeautje. Tenminste, niet elke dag, maar onder zoveel weken. En ik heb al deze twee pakken gekregen. Van SpongeBob en van Patrick. Echt super leuk. Ja, dat is gewoon super. Nou, die heb ik dus gekregen. En daardoor heb ik die nu al. Van Patrick. Van Octo heb ik die nog niet. Dus ja, dat is jammer. Maar die komt denk ik ook nog wel. Herkennen jullie dit nog uit de video van SpongeBob? Dat is echt zo grappig. Al deze meubels herken ik gewoon zo goed. Dat is gewoon echt leuk. En al die schilderijen van Octo. Ja, heel grappig. Ja. Je hebt ook echt zijn klarinet. Dus je krijgt geen, je krijgt echt alleen de meubels. Geen huis ook erbij. Niet de figuurtjes. Maar die krijg je dus uiteindelijk wel. Ik zal je een beetje laten zien wat voor meubels er zoal zijn. Een bed. Natuurlijk, uiteraard van SpongeBob. Herkennen jullie wel. Van Octo. Zijn geweldige zogenaamde tweepersoonsbed. Hij houdt natuurlijk heel erg van mode. Zoals van een bamboe en schilderij en zo. En natuurlijk het van zand gemaakte bed van Patrick. Want ik weet niet of jullie de video hebben gezien, maar van SpongeBob SquarePants trouwens. Maar daar zag ik dat in dat hij zijn huis ooit zelf gemaakt heeft. Maar iedereen weet wel dat het van zand is, toch? Dus ja, daar heb ik dat zandbed voor gebruikt. Die zie je ook terug bij mijn meubels hier. Ja, dat zijn de bedden die je krijgt. Qua vloerkleden krijg je één van zand en één heel fel gekleurde paars met wit. Qua kasten krijg je er 1, 2, 3, 4, 5 bij. Eén hotdogkraam van Belle. Die herkent iedereen denk ik uit een video. Echt zo leuk. En je kan ze ook echt eten, dus dat vind ik het leukst. Een kacheltje van Octo's huis. Nog een kast van Octo's huis. En eentje die je gewoon kan bepalen. Maar volgens mij is die van SpongeBob's huis. Deze. Dan hebben we ook nog natuurlijk de plankjes. Daar krijg je er 3 van. 1 kast. 1 klerenhangkast. En 1 normaal plankje natuurlijk. Zoals je wel bij elk ding bijna krijgt. Heel veel schilderijen. Deze moeten jullie allemaal wel herkennen. Deze krijg je allemaal schilderijen van foto's van SpongeBob en Patrick en Gerrit uiteraard. Maar ook heel veel schilderijen die Octo heeft gemaakt. En die Octo houdt natuurlijk heel erg van mode. En maakt zichzelf bijvoorbeeld deze. Die heb ik ook hier hangen. Zo heel sterk. En ik schilderij, want hij is natuurlijk helemaal fan van mijn kunst en zo. Heel erg grappig. Deze, ik weet niet of jullie die herkennen, maar die is van SpongeBob's badkamer. Ik herken hem nog wel. Maar ja, ik ben dan ook een groot fan. Dit kleine kastje met al deze dingen. Ja, daar krijg je echt veel van. Ja, 1, 2, 3, 4. Ja, 6 krijg je. Oké, daar krijg je er dus 6 van. Ga ik niet te veel vertellen, want dan duurt deze video veel te lang. Hier krijg je van iedereen ook weer een badkuip. Ik herken alleen die van Patrick niet. Laat me weten, herkennen jullie deze badkuip van Patrick? Ik niet, namelijk. Bij toiletten, ja, die herken ik sowieso wel allemaal.
de wasbakken. Daar komen er twee bij. Ik herken deze wel. Ik herken die houten dan weer niet, maar ik neem aan dat die van SpongeBob thuis is. Want bij Patrick is het bijna allemaal van zand gemaakt. Ga naar de spiegels. Ik kan je zeggen dat ik alleen deze misschien wel kan voorstellen die op Octo's kast stond volgens mij. Maar de rest herken ik echt niet. Ik weet alleen dat deze wel van Patrick is. Deze van Octo, omdat ik zie zand en bamboe. Maar verder weet ik echt niet. Ik herken ze niet ofzo. En hier krijg je één bij. Dit is de bladblazer van SpongeBob. En of jullie die herkennen. Bij de tandenborstel en dingen, daar krijg je niks bij. Bij de koelkasten krijg je er twee. Eentje van Octo, eentje van SpongeBob. Dat vind ik gek. Patrick houdt heel erg van eten en hij heeft geen koelkast. Nou ja. Bij de keukenblokjes, dat soort dingen, krijg je hem heel... Ja. Elke keer als ik ernaar kijk, verrast dat me weer. Ook al heb ik het al 1000 keer gezien. Deze is dus van de Krusty Krab. Dus die hebben ze daarom denk ik ook gebruikt. Voor SpongeBob natuurlijk. Voor zijn keuken. Die andere dingen herken ik niet echt. Maar je ziet wel duidelijk dat het uit de serie van SpongeBob komt. Hier. De dingen die je erbij krijgt is natuurlijk dit van Octo. Want hij houdt heel erg van netjes en dingen. En deze ziet er misschien oud uit. Maar de spatel van vroeger. Die je sowieso krijgt. Is deze. Maar de grotere die je nu krijgt is deze. Ik weet niet of jullie hem herkennen, maar SpongeBob gebruikt deze spatel altijd als hij Krabby Patties kookt. En hij is gehecht aan die spatel, joh. Echt heel erg gehecht. Dus ja, die krijg je. Dan heb je hier nog een paar stoelen. 4 stoeltjes. Hartstikke leuk. En bij de tafels krijg je er 2. Naar de keuken gehad hebben, gaan we naar de woonkamer. Daar krijg je er volgens mij echt veel. Ja, soli moli. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 krijg je daar. Ja, dus dat met die paaltjes. Dat zijn er dus 10. Van de kisten krijg je een hele leuke in... Echt SpongeBob 5, want het is echt zo onder water te zien. Want je ziet schatkisten, tonnen. Ja, ik vind dat wel iets typisch. Het zijn er wel maar 3, maar ik vind het wel typische dingen. Dus wel leuk. Van die lampen krijg je er best wel veel van Octo. Daar krijg je er 1, 2, 3, 4, 5, 6. Volgens mij krijg je 6. Of is deze kaars van het Modern Landhuis en niet van SpongeBob SquarePants? Laat het me zeker even weten, want dat weet ik niet zeker meer. Dan hebben we dat gehad. Er zijn alleen nog wat verfdingetjes. Daar kennen jullie vast wel een paar van. Maar ik ga die echt niet allemaal opnoemen. Dus ja, dat is niet echt zo handig. Wat ik dus heel erg grappig vind. Kijk, ik heb Octo's gezicht natuurlijk helemaal niet blij gemaakt. Zo. Dan kijkt hij heel blij en zo. Blij, boos. Blij, boos. Dus dat vind ik heel erg grappig. Ja, dat is het hier een beetje. Trouwens, die gift zien er echt leuk uit. Van SpongeBob zit SpongeBob zijn hoofd op. Dat vind ik heel erg grappig. Als ik eerlijk mag zijn. Maar ik ga even... uit mijn huis. Wat? Is er nog meer wat ik heb te vertellen over het SpongeBob ding? Maar dan niet in mijn huis. Eigenlijk. Bedankt. We gaan even naar het postkantoor. Ik sla dit stukje even over. En we zijn in het postkantoor. Hier krijg je dus allemaal van die gifts. Die zien er echt precies uit als SpongeBob gift, zeg maar. Op die manier kan zeggen. En ja. Dat is gewoon heel erg leuk. En daar krijg je dus pakjes in. En je krijgt een masker. Dat kan ik even goed laten zien met SpongeBob en Patrick. Je krijgt dus deze dingen.
Maar je krijgt ook deze pakken. Ik doe even iets anders bij ze aan. Wat ik eerst bij ze aan had, voordat ik die pakken had. Waar is dat nou wat ik bij Patrick aan had? Ja, ik doe even dit gewoon weer in de maan. Dan zien ze er dus zo uit. Maar om zeg maar echt die armen en die beentjes te geven van SpongeBob Patrick, krijg je deze dingen. En als je dan deze op doet, heb je geen idee meer dat het gewone mensen zijn. Maar zijn het gewoon echt SpongeBob en Patrick. Ja, hartstikke leuk. En aardig allemaal. Dus ja, die dingen. Ja, dat was dat zo'n beetje. We gaan weer even terug naar normale wereld. Ja, we zijn weer terug. Maar ik denk dat ik niet zoveel meer te vertellen heb over het SpongeBob SquarePants pack. Maar ik wil wel even duidelijk maken. Niet dat ik jullie probeer het laten kopen. Maar volgens mij, uit mijn hoofd, is het niet zo lang in de winkel. Nou ja, ik weet niet hoe lang, maar niet voor altijd. Dus ja, dat wou ik nog even zeggen. Dat was eigenlijk alles wat ik hierover te vertellen had. Ik hoop dat jullie het een leuke video vonden. Ja, dat hoop ik gewoon. Ja, dat is gewoon mijn mening. Maar ja, dit is zeg maar het einde van de video. Als je begrijpt wat ik doe. Nou ja, ik ga dus de video afsluiten. Like, abonneer, doe alles wat goed is. Nu. Tot de volgende video.